Hallo, dit is de derde video over elektrische en magnetische velden. En dit onderwerp van deze film is elektromagnetisme. We gaan de opgave daarvan bespreken. In figuur 10.33 zie je drie stroomspoelen, 1, 2 en 3. A, B en C, oké. In figuur 10.34, alweer iets verder, zie je een zogenaamde dubbelgewonden stroomspoel. Oké, dat is deze. Teken in figuur 33 voor elke spoel de richting van de veldlijnen binnen de spoel geeft de richtlijn op je toelichting op je antwoord. Nou, de richtlijn, dat doe je met de rechterhandregel. Dan kijk je waar de stroom vandaan komt, die staat hier aangegeven. Oké, dan moet je je handen krommen in de richting van de lopen van de stroom, zeg maar, met je rechterhand. En dat je duim staat dan naar rechts. Als je dat doet, dan betekent dus dat de richting van de veldlijn dus van zuid naar noord in die kant op gaat. Kijk, elke spoel moet deze ook. Oké, precies hetzelfde waan. Hier komt de spoel aan. Als je de stroom volgt met je vingers van je rechterhand, dan staat de duim weer naar rechts. Dus dan neem je weer hetzelfde. En even kijken, hier is, met deze is dat ook zo. Hier volg je de stroom met je vingers. Die komt bovenin, die gaat er naar beneden en naar achter en dan achterom weer terug omhoog. Dus als je dat met je vingers doet van je rechterhand, dan staat je duim weer naar rechts. Dus die kant is dan de veldlijn op. Oké, dus alle drie hetzelfde, de duim staat naar rechts. Als je je vingers kromt bij het volgen van de stroom. Nou, geef een tekening indien mogelijk aan waar de noord- en de zuidpolen van de spoel liggen. Nou, hier staat het gedaan. Hier zit de zuidpool en hier zit de noordpool. Met deze is dat een beetje moeilijk, want hier lopen de veldlijnen rond. Dus dat is echt lastig. Dat staat ook niet aangegeven, dus vandaar dat lukt niet. C vertoont de dubbelgewonden stroomspoel in 10.34 magnetische werking. Nou, je ziet dat er twee draden zijn en de ene die loopt zo en die andere die loopt ook zo. Alleen de stroom komt vanaf de andere kant. Dus als je voor de bovenste de stroom volgt, dan ga je, kijk, dan kom je met eerst naar voren en dan naar achteren, oké. Precies, en de duim staat dan volgens mij, even kijken, dat is dan de linkerkant op. Als je nou de stroom van een andere draad, die gaat dus die kant op volgt, dan is het precies andersom. Dus die werken elkaar precies tegen. En als de stroomsterktes even groot zijn, dat is natuurlijk wel zo, dan heffen ze elkaar precies op. Alleen als de stroomsterkte even groot zijn. Hè? Als de ene stroomsterkte groot is dan de andere stroomsterkte, dan verzwakken ze de ene elkaar wel, maar dan wint de ene met de grootste stroomsterkte. Dat staat niet bij het antwoord, maar dat moet eigenlijk wel bij worden gezet. Tenzij het al in de opgave stond, maar heb ik het volgens mij niet gezien. Nee. Oké, 12. In figuur 10.35 zie je een magneet, dat is deze, met enkele veldlijnen van zuid naar noord, zuidpool, noordpool, sorry. De richting van de veldlijn is daar getekend, maar de pijlpunten die zitten er nog niet in. Oké, nou, aan de buitenkant van de magneet wijzen de veldlijnen van noord naar zuid. Dus hier zit de noord, dus dan loopt het zo. Binnen de magneet is dat natuurlijk anders. Dan gaat de veldlijnen van zuid naar noord, dat was hier ook zo, hè. Binnen de magneet lopen de veldlijnen van zuid naar noord en buitenom lopen ze dan zo rond terug. Dat verschil moet je al even maken, binnen of buiten de magneet. Elke plaats twee even sterke magneten tegenover elkaar. In figuur 36 is dat gebeurd. Zie je nog een deel van de oorspronkelijke. Nee, is nog niet gebeurd. Ze moeten nog tegen elkaar aan worden geschoven. Van de oorspronkelijke veldlijnen. Dan plaats je een kompasnaald in punt P. Dat zich even ver van de magneten vindt. Het valt omdat de kompasnaald precies horizontaal gericht is. Toon het aan met de constructie dat dat zo is. Oké. Nou, hier is dat gedaan. Hier heb je de magnetenveld van deze. Die is hier getekend. Het magnetveld van de andere is daar getekend. Dan, als je de richting van het magnetisch veld is de raaklijn aan het veld op die plaats. Dus gaan we eerst voor de linkse doen. Dat is deze. Oké. Voor die andere is dat hier gedaan. De raaklijn is in die kant op. De magneten lopen buiten, dus de magneten, dus dit is noord, dus die loopt naar zuid. Dus ja, dat is inderdaad die kant op. Dus kijk, hier loopt het ook van noord naar zuid, dus dan komt die zo. Ja, dan loopt het dus die kant op, dus dan is dit inderdaad de richtlijn. Ja, je moet er niet alleen de raaklijn tegen, je moet ook wel kijken of die kant op gaat of die kant op gaat. En van deze, of die kant op gaat of die kant op gaat. Maar buiten de magneet lopen de veldlijn altijd van noord naar zuid.
Dus vandaar dat het zo wordt en zo wordt en niet zo of zo. Nou, oké, dan moet je het resultaat van die twee samen bepalen. Nou, dat is natuurlijk weer de bekende parallelogramconstructie, die we al zo vaak hebben gedaan. En dit is dan de resultaatkracht. En je ziet, die loopt inderdaad precies evenwijdig aan de magneten, horizontaal. Oké. Gaan we naar 13. Vincent wil de sterkte van de magnetische inductie in Nederland bepalen. Hij gebruikt daarvoor kompas en een spoel. Je ziet hier de spoel en hier zie ik het kompasje staan. Hier heb je nog een stroombron en een amperemeter. Dus een stroomblok van plus naar min. Oké. Dus dit is de richting van de stroom. En die kant op daar natuurlijk. Hij plaatst de kompas in de spoel en plaatst de spoel horizontaal op de tafel. Vervolgens draait hij de spoel zodat de naald van kompas loodrecht op de as van de spoel staat. Oké, dat is als er geen stroom loopt, dat is hier getekend. Dit is de as van de spoel en de kompas staat er precies loodrecht op. Vincent weet hoe het magnetisch veld van de spoel afhangt van de stroomsterkte in de winding van de spoel. Zie figuur 1038, oké, dat is hier heb je stroomsterkte in milliampère en hier heb je het veld in Tesla, in microtesla is dat. Bij verschillende waarden van de stroomsterkte meet hij een grote hoek van de kompasnaald ten opzichte van de originele stand is. Zijn meetresultaat heeft uitgezet in figuur 1039. Hier heb je weer de stroomsterkte in milliampère en hier heb je dan de hoek in graden. Oké. Leg uit of de naald van het kompas met of tegen de wijzers van de klok in dat as Vincent de spanningsbron aandraait. Oké, de rode kant van de kompasnaald volgt de richting van de magnetische veldlijn, zoals je kan zien. Met behulp van de rechterwandregel bepaal je de richting van het magnetisch veld. En die wijst naar rechts. Oké, dus als je hier komt de stroom dus aan, die gaat eerst naar achteren en komt dan naar voren. Als je dat met je vingers van je rechterhand doet, dan staat inderdaad je duim naar links. Dus hier zit dan de stroom loopt dan dus van die kant op. Dus hier zit de Noordpool en hier zit de Zuidpool. Oké, de kompasnaald draait dus tegen de regels van de klok in. Hier zit de Noordpool. Dit is ook de Noordpool, die wordt dus afgestoten. Even kijken, je moet altijd even kijken wat de Noord- en Zuidpool is. Zuidpool is wit en oké, hier zit de Noordpool en dat is ook de Noordpool. Die worden van elkaar afgestoten. Hier heb je ook een Noordpool en de Zuidpool, die trekken elkaar weer aan. Maar die zitten verder van elkaar, dus die verliest. Dus hij zal inderdaad tegen de wijzers van de klok indraaien, klopt dat wel. Kijk, om te zien wat de redenatie valt gemaakt. Hier heb je de Noordpool. Dit is ook de Noordpool. Dit is de Noordpool en dat is de Zuidpool. Dus, en de Noordpool en de Zuidpool zitten dichter bij elkaar. Dus de aantrekking achter overwint het van de afstotende kracht. Dus hij gaat inderdaad naar links draaien. Volgens mij had ik net hier Noord- en Zuidpool verwisseld. Vandaar dat het verkeerd uitkomt. Dus hier heeft het antwoord ook het gelijk. Het is inderdaad tegen de klok in. Leg uit of de hoek van de kompasnaald steeds groter wordt of dat deze een grenswaarde heeft. Nou, het is natuurlijk wel zo, hoe groter de stroom is, hoe sterker het magnetische veld. Alleen ja, op een gegeven moment kan het nu, als het kompasnaaldje horizontaal staat, dat is dan wel het maximum natuurlijk. Ja, dus verder gaat hij niet. Leg uit aan de hand van een constructie dat de waarde van het magnetisch veld van de aarde volgens de methode van Vincent gelijk is 2,0 maar 10 tot de min 5, dat staat volgens mij. Tesla zal ik even opzoeken of dat inderdaad min 5 is. Ja, dat is inderdaad min 5. Oké, als het magnetisch veld van de spoel even groot is als het magnetisch veld van de aarde, dan wijkt de kompasnaald onder een hoek van 45 graden. Oké, dan gaan we even hier opzoeken. Dat betekent dus dat het magnetisch veld die kant op van de aarde en het magnetisch veld van de spoel die zijn even groot, dan staat hij inderdaad precies in onderhoek van 45 graden natuurlijk. Dat klopt wel, want de kracht die kant op en de kracht die kant op leveren samen dan de kracht natuurlijk zo op. Dat klopt precies. Dan moet je even opzoeken bij 45 graden, wat dan de stroomsterkte is. Even kijken, 45 graden, dat is, dit is 40, dit is 5 hier dus. Oké, dan moet je zo even aflezen. Nou, dat is iets van 14, ja, 14 milliampère. Oké. Bij 14 milliampère kun je ook uitzoeken wat dan de sterkte van het veld is. Kijk, hier heb je dus 14 milliampère, dat is dus hier. Ga ik dat hier opzoeken. 2,3 maal tot de min 5e Tesla. 23, ik zou zeggen, hoe kan dat dan 2,3 zijn? Dit is de 23 als ik hier bij 14 opzoek. Oké, hier staat wel 2,3 maal 10 tot de min 5e Tesla, dus dat is een foutje. Dat moet 23 zijn. Jullie in het antwoord staat het wel goed. Of het is microtesla. Oh ja, microtesla, dat is 10 tot de min, volgens mij
10 tot de min 6 is 23, maar 10 tot de min 6 is dat 2,3 tot de min 5. Ja, dat klopt. Ja, dus dat klopt wel. Ja. Oh, dat is een beetje. Ja, hier hebben ze natuurlijk micro tussen staan. Ja, dan moet je dus omrekenen. Micro is 10 tot de min 6. Hè? Als je dat niet weet, kun je dat in het minste wel 2 opzoeken. D dan, leg uit dat Vincent met deze aanpak een te lage waarde voor de magnetische velden van de aarde vindt. Ja, het antwoord staat hier al, hè. De opstelling staat horizontaal op tafel, dus je kijkt alleen maar naar de horizontale component van het magnetisch veld, maar er is ook een verticale component en die wordt zo helemaal buitenspel gezet. Dus dan kom je te laag uit als je naar het totaal zou kijken. Oké, gaan we naar 14. Jessica heeft twee stroomdraden naast elkaar geplaatst. Eerst laat ze door de linkerdraad een stroom omhoog en door de rechterdraad een stroom omlaag lopen. Hè. Dat kun je hier zien. Hè. Een kruis betekent dat de stroom erin gaat en een punt betekent dat de stroom uit, als het ware uit het papier komt, dus omhoog. Dat zie je in de 40 graden links. Dus ze bepaalt de sterkte van het magnetisch veld in P en Q. En vervolgens laat ze wel de stroom door de linkerdraad en de stroom door de rechterdraad naar beneden lopen. Dat is hier dus. Oké. Okay. Dus ze bepaalt de sterkte van het magnetisch veld in R en S. Dan, oké. Okay. Bepaal in elk geval punt de richting van het magnetische veld. Bij deze draad komt de stroom eruit, dus met je duim ga je dan omhoog en dan het magnetisch veld draait dus dan met de klok mee. Bij deze, dus dan krijg je in P krijg je dus een magnetisch veld die kant op en in Q natuurlijk ook. Als je naar deze draad kijkt, dan gaat de stroom erin, dus je duim moet dan naar beneden en je vingers krommen dan. Oké, dus dan gaat het rechts om, dus hier heb je een magnetisch veld die kant op en hier heb je een magnetisch veld die kant op. Dus in P was het allebei die kant op en bij Q is het van de linkerdraad omhoog en van de rechterdraad omlaag. Volgens mij is dat ook wat hier staat. Ja, oké, dan gaan we naar R. Gaan we hetzelfde. Dit is de stroomdraad in. Dus ook met je duim naar beneden, je vingers klommen van je rechterhand. Dus dan gaat het magnetisch veld met de klok meelopen. Dus hier heb je dan een magnetisch veld omlaag. En hier heb je ook een magnetisch veld omlaag. Oké, dus allebei omlaag even onthouden. En bij deze gaat hij ook met de klok meelopen. Dus dan heb je hier een magnetisch veld omhoog. Dus één omlaag en één omhoog. En hier heb je, als je met de klok meegaat, ook omlaag. En die andere van deze was ook omlaag. Volgens mij is dat allebei wat hier staat ook weer. De richting van de stroomdraad, bij Q, bij deze zijn ze allebei omhoog, hè, P. En hier was de ene omhoog en de andere omlaag. Alleen deze stroomdraad die verliest het natuurlijk, omdat die veel verder af is. Dus de magnetische werking is in P kleiner dan de stroomdraad van deze. Daarom heb je, die omhoog. De magnetische veld van deze draad die, is omhoog. Van deze is omlaag, maar die staat dichterbij, dus je zal het winnen. Dus uiteindelijk krijg je dan een magnetisch veld omlaag. Hier bij R had je dat ook. Alleen je kan zien dat bij de ene was hij omhoog en bij de andere was omlaag. Veroorzaakt door de ene en de andere draad, maar je ziet de afstand is even groot. Die gaan elkaar precies uitmiddelen. Dus je krijgt dan uiteindelijk geen magnetisch veld. Kijk, je moet dus zowel naar de richting als naar de grootte kijken, dat was de opdracht. Oké, B, selecteer de punten dan in de volgorde op eenlopend van magnetische inductie. Nou, we hebben gezien in R dat er dus geen magnetisch veld is. In het magnetisch veld is sterker in P dan in Q, omdat ze deze allebei dezelfde richting gaan en deze werken elkaar dus tegen. Dan R is geen magnetisch veld. Het magnetisch veld in P is sterker dan het magnetisch veld in Q. Dat hadden we al gezien in de voorgaande opgave. In A, in punt S leveren beide dagen het magnetisch veld omlaag. De invloed van de linkerdraad is klein, omdat die relatief ver weg staat. Dat is hier, hè. De invloed van die is bijna niks. In vergelijking met Q ligt S verder dan de rechterdraad af dan Q. Kijken, in vergelijking met Q, ja, dat is waar. Dit is dichterbij dan dat. Oké, dus dan zal daar het magnetisch veld sterker zijn. Oké, de invloed van de linkerdraad op veld in Q is klein, omdat deze relatief verder weg staat. Oké, dat hadden we al gezegd. Dus het veld in S is zwakker dan het veld in Q. Dan hebben we de volgende volgorde. R is helemaal geen magnetische inductie, dan S, dan Q en dan P. Oké, de laatste opdracht alweer van deze paragraaf, opgave 15. De noordpool van de magneet zit aan de onderkant. Bij de rood. Dus dit is noord en dat is zuid, oké.
Als de magneet wordt aangetrokken, is de zuidpool van de magneet aan de, is de, van de spoel aan de bovenkant. Oké, dus hier zit dan de zuidpool en hier zit dan de noordpool. Oké, met behulp van de rechterhandregel bepaal je dan of de stroom van Coulomb pijlt. Oké, hier zit dus de zuidpool, hier zit de noordpool. Binnen de magneet lopen dan de veldlijnen van zuid naar noord. Dus het magneetveld is binnen de magneet naar beneden gericht. Dat doe je met je duim. Dan gaan je vingers dus van voor linksom naar de linkerkant en dan naar achteren en dan naar rechts en dan weer naar voren. En dat is, ja, als ik hier volg, is dat als ik deze richting van de stroom volg, van P naar Q. Als ik de richting van de stroom hier volg, dan komt die hier van achteren naar links en dan naar voren en dan naar rechts. Dus dan, als ik dat met mijn vingers doe, dan zou mijn duim omhoog staan en dan zou daar dus de noordpool zitten. Maar dat is niet zo. Ja, dus het moet inderdaad zo, de stroomloop van Q naar P. Staat hier ook. Oké. De magneet blijft niet in evenwicht hangen, maar gaat de spoel in. Er is geen stand waarin de magneet blijft hangen. Leg uit waarom het vrijwel mogelijk is om de magneet in evenwicht stand te laten hangen. Ja, dan moet de magnetische aantrekkingskracht van de spoel op de magneet precies in evenwicht zijn met de zwaartekracht en de veerkracht. Nou, als je een heel klein verstoringje hebt, dan is dat al helemaal uit evenwicht. Dan gaat het helemaal uit balans en dan gaat de zaak natuurlijk trillen. Ja, dus het is heel moeilijk om aan een evenwicht stand in te vinden, omdat je met drie krachten te maken hebt die allemaal precies elkaar moeten opheffen. Ja. Oké. Lotte verbetert de opstelling door een spoel op de weegschaal te zetten en de magneet in een statief aan de bovenkant te plaatsen. De zuidpool van de spoel PQ bevindt zich aan de bovenkant van de spoel. Oké, dus het is eigenlijk dezelfde situatie, alleen nu staat het op een weegschaal en de zuidpool zit nog steeds aan de bovenkant van de spoel en de noordpool aan de onderkant. Dus zet het allemaal hetzelfde weg. Dus de stroom die loopt nog steeds in dezelfde richting. En dat is meteen vraag C. Geeft de richting aan van de spoel? Ja, het is hetzelfde als bij A. Dus je kan het dezelfde redenatie weer volgen. Als bij A, het is precies dezelfde vraag. Er is niks veranderd. Alleen staat een magneet onder, of een weegschaal onder. Bij verschillende stroomsterkte wees de weegschaal af. Aan de meting heeft ze een diagram gemaakt. Oké, daar staat de stroomsterkte met de massa. En de massa die lijkt minder te worden. Dat komt natuurlijk omdat de zwaartekracht, er komt een tegenkracht tegen, die de spoel, die de spoel omhoog trekt. En daardoor lijkt de spoel minder te gaan wegen. En dat is een rechte lijn, dus die kracht die neemt lineair toe met de stroomsterkte. En neemt zelfs rechts evenredig toe. Dus even kijken, Lotte concludeert dat de magnetische inductie rechts evenredig is met de stroomsterkte. Dat ga je omdat je mee eens bent, dat heb ik eigenlijk al verteld. Ik zou het nog een keertje. De figuur die weer is een rechte. De afname van de massa is een maat voor de magnetische inductie en dus voor de kracht omhoog. Op de spoel van de magneet. De afname van de massa is recht evenredig met de stroomsterkte. Het verband tussen de stroomsterkte en de magnetische inductie is inderdaad recht evenredig. Ja, nou, klopt. Door een ijzeren kern in de spoel te plaatsen wordt de magnetische spoel versterkt. Ah, dat betekent dus dat de schijnbare massa-afname dat die sneller zou gaan. Dus die lijn die gaat schuin naar beneden lopen. Maar het is wel zo dat er staat natuurlijk een magneet hier dus op. Die weegt natuurlijk ook wat, dus het beginpunt zal hoger beginnen. Nou, als ik hier naar deze lijn kijk, dan is het precies wat er aan de hand is hier wel. De ijzerkern heeft een massa, de weegschaal geeft bij 0,0 ampère dus een hogere waarde aan. Hier in plaats van daar. De ijzerkern versterkt het magnetische veld en daardoor loopt dus de lijn dus steiler. Hè. De schijnbare afname van de massa is groter omdat de magnetische kracht versterkt wordt door die spoel. Dan gaat deze dus sneller naar beneden lopen. Oké, dat was paragraaf 3. En dat zal je niet verbazen dat paragraaf 3, paragraaf 4 volgt en er is ook nog een paragraaf 5 en zelfs nog een paragraaf 6 allemaal bij de basisstof. Die komen hierna.